Hey, even een ander perspectief dan normaal. Ik vlog nu niet, maar ik zit lekker op de grond. Je ziet de grond niet, maar je ziet de deuren wel. En aan het sleutelgat te zien zit ik best wel laag. Ik ben namelijk het dopje en het houdertje van mijn statief. Momenteel heel even zoek. Zou ik het zo zeggen? Ik ben hem niet kwijt, ik ben hem zoek. Heb je de vlog van vanmorgen nog niet gezien? Kijk dan heel even de vlog van vanmorgen eerst voordat je deze video gaat kijken. Dit is niet om mijn video's te promoten. Dit is meer om een duidelijk beeld te krijgen van wat de situatie is. Ik vertelde het namelijk in de vlog van vanmorgen over het feit dat ik niet gevaccineerd ben. En dat wilde ik nu heel even toelichten. Het stond wel heel even onder in de caption of onder in beeld dat ik het ging toelichten in de video van nu. Maar ik heb het shot daadwerkelijk expres meteen afgekapt op het moment dat ik zei dat ik niet gevaccineerd was. Dit was mede omdat ik dat shot eigenlijk langer gefilmd had. Ik had deze hele uitleg namelijk daarachter geplakt. En doe dit verhaal dus nu voor de tweede keer. Maar ik dacht, het is misschien beter om dit verhaal in een aparte video te doen. De video en het shot was namelijk 28 minuten lang. Ten eerste wil ik jullie de keus geven om deze video te kijken, ja of nee. Mocht je hier totaal geen interesse in hebben en mocht je echt totaal tegen mijn principes zijn om me niet te vaccineren en wil je daar geen uitleg van, dan is dat je goed recht. Wil je juist wel horen waarom ik me niet ga vaccineren, dan is deze video misschien heel handig om meer informatie te vergaren. Ik zeg niet dat mijn kennis en mijn reden gebaseerd is op daadwerkelijk wat misschien daadwerkelijk zo is. Ik kan namelijk niet alle feiten erbij halen. Ik heb me expres niet heel goed verdiept in alles, omdat ik al vrij snel duidelijkheid en duidelijk was over mijn keuze over vaccineren ja of nee. Dus ik heb me daar verder niet in verdiept, maar alles wat ik heb gehoord en wat deze zaak alleen maar, deze zaak klinkt zo deftig, wat alleen maar mijn keuze heeft beargumenteerd, vertel ik in deze video. Ik weet dus niet of het op waarheid gebaseerd is ja of nee. Daarom doe ik nu alvast een disclaimer. Alles wat in deze video verteld is, kan niet als feit worden bestempeld. Maar kan eventueel wel een reden zijn om je beter in deze zaken te verdiepen. Zou ik het zo zeggen? Ik heb me namelijk niet heel goed verdiept, want ik wist mijn keuze best wel snel en best wel heel vlug. En niemand kon me daarvan overtuigen om het vervolgens wel te doen. Maar als jij nog twijfelt, zorg dat je de juiste feiten weet en niet van mijn feiten uitgaan. Want mijn feiten zijn geen feiten, zullen we het zo zeggen. Jullie willen namelijk meer informatie geven over waarom ik ervoor heb gekozen om juist niet te vaccineren. En dit is niet op feiten gebaseerd, dat kan ik je vast garanderen. Dit is meer vanwege mijn eigen medische geschiedenis en alles dat ik al vrij snel wist dat dit hem niet ging worden, zeg maar. En alles wat vervolgens daarna verteld is over het hele vaccin, beargumenteerde mijn mening des te harder, zeg maar. Ik heb er heel vlug heel even iets bij gepakt en dat is dit boekje. Dit boekje is namelijk een vaccinatieboekje. Ik ben namelijk wel gewoon gevaccineerd. Ik heb mijn kindervaccinaties gehad en al mijn inentingen om naar Afrika en naar Suriname te gaan. Suriname had ik niet per se vaccinatie voor nodig. Zuid-Afrika mocht, hoefde niet per se. Ik heb ervoor gekozen om die vaccinaties wel te halen, omdat ik in die tijd en tegen die tijd, eigenlijk net voordat corona toesloeg, naar Afrika zou gaan met school. Dat liep totaal anders, omdat corona kwam. Ik zou namelijk in mijn laatste jaar van mijn paravétérinaire opleiding naar Zuid-Afrika gaan, of naar Afrika gaan, met school als tripje. Ik was uitgekozen en mocht gaan. Dus ik heb wel gewoon mijn inentingen gehad. Ik heb mijn gele koorts gehad en die is levenslang geldig. En ik heb mijn tetanus, die is 10 jaar geldig, die is altijd 10 jaar geldig. Ik heb mijn hepatitis A en B for life, dus die heb ik 3 keer, die heb ik 2 keer, 1 keer gehaald en 2 keer herhaald, zeg maar. En ik heb mijn rabies en die weet ik niet specifiek. Die is geldig, ja. Die is geldig totdat je gebeten wordt door
een dier die eventueel rabies met zich mee kan dragen. En dan moet je je tweede inenting halen op de dichtstbijzijnde plek. En dan moet je hem daarna dus je rabies weer herhalen. Dat is de kennis die ik ervan heb. Ik weet het niet specifiek. Maar ik wil dus heel even voordat ik mijn hele verhaal begin. Ik ben toch al 6 minuten bezig met praten. Maar voordat ik mijn hele verhaal begin. Ik ben niet anti-vaccinaties, inentingen. Ik ben niet anti-gezondheidszorg. Zullen we het zo heel veel zeggen. Ik ben pro-gezondheidszorg. Gezondheidszorg heeft er namelijk voor gezorgd dat ik nu nog steeds hier zit. En jullie nog steeds naar deze video kunnen kijken. Maar dat heeft er ook toe geleid dat die juiste reden is geweest dat ik ervoor heb gekozen om dit vaccin niet te halen. Geen van allemaal. Dus ik ben niet, oh ja, ik pak wel de Janssen, maar ik pak niet de Pfizer of de Moderna. Nee, ik pak ze allemaal niet. En ik ben daar best wel strand in, zoals je wel hoort. Ik heb er namelijk voor gekozen om het vaccin niet te halen. Ik ben al vrij snel, zoals ik net al zei, tot dat besluit gekomen omdat... Mocht je al langer mijn video's kijken, weet je dat ik een medische geschiedenis heb. Mocht dit toevallig een van je eerste video's zijn. Dit is waarschijnlijk dan de tweede, aangezien je dan de vorige video... Ik weet niet of ik naar die kant of die kant moet wijzen, maar de vorige video hebt gezien. En dan heb je misschien een hele andere gezinde nu voor je dan dat ik daadwerkelijk ben. Maar ik wil wel heel even uitleg geven over waarom ik deze keuze heb gemaakt. Oké. To the point, Lucinda. Eindelijk to the point. Ik heb een medische geschiedenis. Mocht je daar niet mee bekend zijn, dan ga ik dat nu heel snel heel veel uitleggen. Toen ik 1,5 jaar oud was, is er bij mij een hersentumor ontdekt. En die hebben ze met 4 operaties gedeeltelijk kunnen verwijderen. Daarbij hebben ze ook een gedeelte van mijn korttermijngeheugen geraakt. Maakt niet zoveel uit, want door de jaren heen hebben andere hersendelen dat overgenomen. Dus ik heb wel een korttermijngeheugen, niet zo goed als een normaal persoon. Mijn korttermijngeheugen kan je vergelijken met een behoorlijk slecht dus. Langtermijngeheugen kan wel en is wel goed, maar korttermijngeheugen is voor mij echt niet te doen. Mocht je trouwens irriteren aan het feit dat ik elke keer anders ga zitten, dat komt dadelijk nog. Waarom ik niet heel lang in één positie kan zitten, maar en zeker niet de kleermaker zit. Maar dat is één van de dingen. Ik heb een hersentumor dus gehad toen ik 1,5 jaar oud was. Ik vind kinderkanker altijd zo'n naar woord. Ik haat het woord kanker. Ik vind er ook echt helemaal geen reet aan als mensen met kanker gaan schelden. Moet je me bij in mijn bijzijn ook echt niet doen, want dan krijg je echt de verkeerde zin te pakken. Maar ik heb dus een hersentumor gehad. Aan alle heel gebeuren heb ik epilepsie aan overgehouden. Dat is niet de reden waarom ik mijn vaccinatie niet ga halen. Maar dat is wel de reden waarom ik medicatie slik. Ik slik namelijk mijn leven lang al, sinds mijn epilepsie daadwerkelijk gediagnosticeerd is, medicatie tegen mijn epilepsie. En vroeger was dat nog vloeibaar. Tegenwoordig is dat in pilvorm. En die moet ik dagelijks slikken in een best wel hoge hoeveelheid. Nu vind ik persoonlijk dat er nog te weinig bekend is over het vaccin in combinatie met medicatie. Nu kan ik je wel zeggen, tuurlijk, als ik een paracetamol slik en ik kijk naar de bijsluiter van de paracetamol. Ja, tuurlijk, er zijn bijwerkingen, absoluut. Die kunnen ook allemaal voorkomen. Je kan bij wijze van spreken ook doodgaan aan de paracetamol. I know, als je hem verkeerd slikt, bij wijze van spreken. Maar dat is in overleg met het ziekenhuis gegaan en die weten... En hebben me geadviseerd dat ik bepaalde paracetamol wel en niet kan slikken in combinatie met mijn medicatie. Dus ik vind dat er te weinig bekend is over mijn medicatie in combinatie met mijn vaccin. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, door de chemokuren die ik als kind heb gehad, heb ik slechtere botten. Dus daarom dat ik ook niet lang in kinemakers zit kan zitten. Dat zit nu wel het fijnste om in beeld te krijgen, maar... Zien we maar over 2 minuten weer switchen van positie. Ik kan niet lang op mijn hurken zitten. Mijn gewrichten doen gewoon heel snel zeer. Alles is aangetast, sowieso. Zeggen. Mijn botten, mijn gewrichten, mijn spieren niet zozeer, maar spiermassa wel. Mijn organen natuurlijk, alles. En dan komen we bij punt 2. Een van de organen die flink is aangetast...
door de chemokuren. En dat heb ik nog nooit op mijn kanaal verteld volgens mij. Is mijn voortplantingsstelsel. Nu gaan we misschien heel diep erop in. Maar het komt er eigenlijk kort op neer. Er bestaat een kans dat ik vroegtijdig in de overgang raak. Dus mijn... een vrouw heeft eicellen en een man heeft zaadcellen. Snelle biologie. De kans dat bij mij... De kans bestaat dat er vroegtijdig... Dat ik vroegtijdig in de overgang raak. En dat is mede omdat er door de chemokuren waarschijnlijk een mindere productie aan eicellen gemaakt is. Of een deel daarvan vernietigd is. Iedere vrouw heeft namelijk bij de geboorte al een x aantal eicellen in haar lichaam. En die worden per cirkel natuurlijk, dat ze ongesteld is, worden er een paar volgroeid. En één daarvan ontpopt, zeg maar. Zo gaat de snelle biologie van de vrouw. Die kan dus bevrucht worden. Maar iedere vrouw heeft dus een x aantal bij de geboorte al. Nu kan het zijn, is niet bewezen, maar ik heb chemokuren gehad in een tijdsbestek dat er nog niet qua technologie heel veel bekend was. Ik heb chemokuren gekregen om me ter been te brengen en ter been te houden. Die chemokuren mag tegenwoordig niet meer aan een kind gegeven worden in deze dosis, want deze was een hele hoge dosis. Kortom, elke keer als er een medisch onderzoek is naar het verloop van chemokuren, late termijn symptomen of er zijn van allerlei onderzoeken, je kan het zo gek niet benoemen. Vaak doe ik eraan mee, vaak zijn het alleen maar enquêtes of korte onderzoeken. Soms zijn het ook heel lange onderzoeken. Ik ben echt pro-onderzoek, zeg maar. Daarom dat ik ook meedoe met het COVID-RED-onderzoek. Dat is nog een punt trouwens. Ik doe best wel vaak mee met onderzoeken. Over het algemeen, medisch gezien, zeg maar. Niet per se anders gezien, maar medisch gezien doe ik best wel vaak mee met onderzoeken. En ik ben daar dus ook helemaal niet bang voor om dat te laten onderzoeken en zo. Ik loop trouwens, mocht je benieuwd zijn, ook bij het ziekenhuis om in de gaten gehouden te worden over mijn hele hormoonhuishouding. Maar er bestaat dus een kans dat ik vroegtijdig in de overgang raak. Nu wil ik dus niet dat een vaccin... Dit is niet bewezen, maar de kans bestaat. Ik wil niet dat een vaccin de doorslaggevende rol gaat spelen of ik later kinderen ga krijgen, ja of nee. Dat is gewoon heel cru gezegd wat ik daarmee bedoel, zeg maar. Tuurlijk, mocht er nu iets gebeuren, dan staat er volgens mij nog niemand geregistreerd als die kan ik blamen. En die kan ik de schuld geven, zeg maar. Tegen de tijd dat dat wel zo is, dan zou ik dat heel graag willen weten, zeg maar. Maar ik wil zelf kunnen... Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik wil... Nee, mijn lichaam... Mijn lichaam moet degene zijn die zegt, Jorisinde, daar is de deur. Jouw eicelvoorraad die is op en je kan geen kinderen meer krijgen, zeg maar. Ik wil dat gewoon natuurlijk laten gebeuren. Ik wil dat niet laten versneld laten raken door een vaccinatie. Waar nog weinig kennis over is, zeg maar. Ik zeg niet dat het zo is, hè. Ik zeg absoluut niet dat als jij een vaccin gaat halen, dat dan... je hormoonhuishouding naar de kloten gaat. Sorry dat ik scheld. Absoluut niet, want dat is niet bewezen. De kans bestaat, maar het is nooit bewezen. Dus, en daarbij kan je dan alsnog steeds niemand blamen of de schuld geven als het gebeurt. Dus dat is mijn punt 2. Mijn punt 3 is dat... mocht ik corona krijgen, want dat is het dan, hè. Je haalt de vaccinatie omdat je bang bent om corona te krijgen. Sorry mensen, ik weet niet hoor, maar ik weet niet wie jullie geïnformeerd heeft. Maar als jij een vaccinatie gaat halen, kan je nog steeds corona krijgen. De kans is minder en kleiner, maar je kan nog steeds corona krijgen. En ik ben niet bang om corona te krijgen, zou ik het zo zeggen. Ik ben pro, en dat heb ik denk ik wel eerder verteld... Ik ben er juist voor om de natuur zijn natuur te laten gaan. Tuurlijk zegt dan degene die de meeste pillen slikt.
van ons allemaal, zeg maar. Als in ik en jij die nu deze video kijkt. Ik ben waarschijnlijk degene die de meeste pillen trekt van ons twee of drie. Ligt eraan met hoeveel je deze video kijkt. Zeg dan, ja, nee, ik laat de natuur de natuur. Dat is ook een beetje krom. Nee, maar ik bedoel meer als in die medicatie die ik slik, die houdt me niet per se op de been. Die zorgt er meer voor dat mijn leven vermakkelijkt. Als ik namelijk die medicatie niet slik, is de kans groot dat ik epileptische aanvallen ga krijgen. Ik ga er niet per se dood aan. Tuurlijk, de kans bestaat. Ho, de kans bestaat altijd. Ik kan ook doodgaan aan de paracetamol, zei ik net. Dus de kans bestaat altijd. Maar het vermakkelijkt mijn leven. Zo het zo daar. Die pillen vermakkelijken mijn leven. Tuurlijk, corona-vaccinatie vermakkelijkt ook je leven. Maar je kan nog steeds corona krijgen. Dat is het hele punt. En ik ben niet bang voor corona. Als ik corona krijg, dan krijg ik corona. Dan kom ik dus bij het punt van het onderzoek. Ik doe mee met het COVID-red-onderzoek. Mocht je daar meer informatie over weten. Ik denk een paar maanden geleden heb ik een video geüpload met alle informatie. Maar ik zet het linkje van het onderzoek heel even in de beschrijving hieronder. Dan kan je het helemaal rustig heel even lezen. Mocht je geïnteresseerd zijn of wat dan ook. Ik doe mee met het onderzoek. Dat betekent dat ik eens per 3 maanden, soms korter, soms langer, bloed moet opsturen naar het medisch centrum die dit onderzoek organiseert. Die kijken of ik al antistoffen in mijn lichaam heb. Dus ik test mezelf dus iedere 3 maanden sowieso al. Nu ben ik wel een beetje zo van, ja, er beginnen nu landen te komen. Hier ook in Europa. Het is nu Malta, maar ik gok dat er meer landen komen. Die straks mensen die geen vaccinatie hebben gehaald, mensen gaan verbieden. Juist die mensen gaan verbieden, omdat ze dan niet binnen mogen komen. Vind ik een beetje dat ik daar al kippenvel van krijg, in negatieve zin. Ik vind namelijk niet dat je mensen mag verplichten. Nu krijg ik ook al een beetje kippenvel als ik als ik Mark Rutte en Hugo de Jonge hoor. Tuurlijk, influencers, ik val daar officieel dus nu ook onder, aangezien ik vlogs maak. Tuurlijk, mijn abonneesaantal is niet heel hoog, maar dan alsnog, ik val onder influencers nu. Moet het juiste voorbeeld geven. Daarom maak ik deze video. Dat is puur de reden. Je kan dus, wat ik met een disclaimer aan het begin van deze video zei, mij nergens op blamen. Want alles wat in deze video gezegd wordt, is niet op feiten gebaseerd. Ik krijg persoonlijk wel een beetje kippenvel van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ik had namelijk in de laatste persconferentie een beetje het gevoel alsof we in een commercial break zaten. Om een coronavaccinatie te supporten. En om die aan te prijzen. Want heel eerlijk, als tuurlijk, je hebt mensen erbij. Absoluut. Je hebt mensen hier op wereld lopen die 10 keer overgetuigd moeten worden voordat ze overgehaald worden. Maar je hebt ook hier mensen op de wereld die 1 keer overtuigd moeten worden en dan meteen gaan. Maar je hebt ook mensen die je nooit kan overtuigen. Ik val onder die groep nooit overtuigers. Dus mij valt het waarschijnlijk al best wel snel op als mensen je proberen te overtuigen. Nu heb ik het gevoel, en laat in de comments weten als ik ongelijk heb hoor. Maar nu heb ik een beetje het gevoel alsof de overheid je een beetje aan het verplichten is om een vaccinatie te gaan halen. En daar ben ik geen voorstander van. Ze zeggen altijd, je mag, je mag, je mag. Maar ergens geven ze toch, ja maar jij moet. Want ze maken je leven op zich best wel heel moeilijk. Tuurlijk, ik snap dat als ik naar een festival wil, alle festivals zijn nu weg. Maar stel ik zou naar een festival willen en het zou kunnen. Tuurlijk snap ik dat ik me moet laten testen, want ik ben niet gevaccineerd. Iedereen moet zich laten testen, want iedereen kan corona met zich meedragen. Zelfs al heb je je gevaccineerd. Dat vind ik nog punt 1. Want ze zeggen wel, ja, maar je hebt je gevaccineerd, dus je hoeft je niet meer te testen. Je hoeft niet meer op 1,5 meter. Je kan het nog steeds met je meedragen. Je kan nog steeds corona krijgen. Dat is even een dingetje wat niet verteld wordt. Daarbij, tuurlijk dat ik me moet laten testen omdat ik ervoor kies om een vaccinatie te halen. Helemaal mee eens, hè? Dat is puur wat ik mee eens ben. Maar je leven wordt er wel een beetje heel erg door vermoeilijkt. Noem nu een Malta die zegt, yo, jij bent niet gevaccineerd,
doei, jij mag niet binnen. Er volgen meer landen. Nu zijn het nog, is er nog maar één, er volgen er meer. Kan ik je garanderen. Ik ga me niet per se laten vaccineren om alleen maar op vakantie te kunnen naar Malta. Dat snap je toch? Malta, jij haalt mij echt niet over, hè? Dat snap je. Als Hugo de Jonge en als Mark Rutte het niet lukt, dan lukt het jullie ook niet. Dus ik laat me echt niet vaccineren alleen maar omdat iemand anders dat wil, zeg maar. Dan ga ik toch niet op vakantie naar Malta. Er zijn genoeg landen hier op de wereld waar ik naartoe kan. Prima. Is helemaal goed. Vind ik helemaal goed. Dus dat is ook een beetje het punt. Ik vind een beetje dat we verplicht worden. Dat is als meer punt 3, dat ik me niet laat vaccineren. We worden een beetje verplicht, vind ik persoonlijk. Tuurlijk, dat is geen goede redenatie om ervoor te kiezen, wel of niet. Die andere twee waren beter, dat kan ik je wel garanderen. Maar we worden een beetje verplicht, heb ik het gevoel. En ik ben tegen verplichtingen. Nu wil ik jullie ook heel even dit meedelen. Ik heb het ook in de vlog gezegd, wat er dus eigenlijk uiteindelijk niet ingedaan is, want ik heb het weggeknipt. Ik wilde zeggen, mensen in mijn omgeving nu ook zeggen, ja, maar waarom zou je dat niet doen? Ik zeg ze nou, punt 1, punt 2, punt 3. 3 haal ik meestal weg, dus ik heb 1 en 2. Daarbij vind ik ook nog, dus punt 4 misschien, dat er nog te weinig informatie over is en te weinig daadwerkelijk onderzoek naar gedaan is. Er staat namelijk niet heel veel online over onderzoeken naar Pfizer of naar Moderna of naar Janssen. Er staat over het algemeen een bijsluiter en that's it, zeg maar. Ik vind dat ze te vroeg akkoord hebben gegeven op vaccinaties om dan maar corona uit de wereld te helpen met als kans dat er vervolgens hele dingen gaan gebeuren. Nog een dingetje. Dat is punt 5 misschien. Ik weet niet of het onderzocht is, hè? Oh, ik weet het niet. Maar volgens mij, naar mijn brein en naar mijn kennis die ik heb vergaard met mensen om me heen, heb ik altijd gehoord, daarom, ik heb geen feiten, maar dat volgens mij na de vaccinatie van de Mexicaanse griep was het vorige keer? Ja, volgens mij was het Mexicaanse griep. Hebben heel veel mensen zich laten vaccineren. Volgens mij zijn er heel veel kinderen daarna geboren die medische afwijkingen daarvan hebben ervaren. Nu zijn mensen bang dat als ze deze vaccinatie gaan halen, dat ze medisch niet gezonde kinderen ter wereld gaan brengen. Heel eerlijk, de kans bestaat en is aanzienlijk groot dat ondanks dat je deze vaccinatie wel of niet gaat halen, dat er misschien iets mis gaat zijn met je kinderen later. Het zit namelijk misschien altijd wel in de genen. Ik weet toevallig dat er bij ons in de familie het gen rondgaat voor autisme. Stel ik zou kinderen krijgen met Rick. Dat weet je nooit, maar stel het zou gebeuren. Ik heb trouwens echt een hele glinsterende huid. Maar stel het zou gebeuren. Ik weet toevallig dat er bij Rick in de familie ook autisme rondgaat. Heel even een voorbeeld, hè. Dit kan met ieder ander medische aandoening zijn, hè. Dus de kans dat wij later autistische kinderen op de wereld brengen is vrij groot en vrij aanzienlijk aanwezig. Nu ben ik niet iemand die snel zijn hand omdraait voor iets. Ligt puur aan de situatie natuurlijk, maar ik wil niet dat een vaccinatie dat ook nog eens gaat beslissen. Vervolgens. Tuurlijk, niemand kan zeggen, yo, het is zo en het is bewezen, want het is niet bewezen en dat is absoluut nog niet het geval. Alleen, ik wil niet dat de vaccinatie daarin gaat bijdragen. Deze vaccinaties en deze inentingen kunnen daar eventueel ook in hebben bijgedragen. Nobody knows. Maar hier is meer onderzoek naar gedaan. Coronavaccinatie is minder onderzoek naar gedaan. Ik ben niet tegen vaccinatie en tegen inentingen, dat zei ik aan het begin van deze video al. Maar na die vaccinaties en die inentingen zijn veel meer onderzoeken gedaan. En zijn veel meer resultaten voor behaald. En natuurlijk, als jij je nu laat vaccineren en jij denkt en jij hebt alle pro's en cons tegen elkaar afgewogen en jij weet zeker, ja weet je, ik ga hem doen. Wie ben ik dan om nou te zeggen, nee, dat mag jij niet. Ik zeg alleen maar wat ik ervan denk. Hè? Dit is mijn mening en waarom ik het niet doe. En tuurlijk, ik heb mensen om me heen die dan zeggen, ja maar waarom zou je dat wel doen? Maar aan de andere kant denk ik ook, ik ben de enige
van mijn werk die niet gevaccineerd is. Kortom, ik ben in een gesloten omgeving. De enige die feitelijk, volgens de richtlijnen dan, ziek zou kunnen worden van corona, ben ik zelf. De rest ook. Maar dat laten ze dan even achterwege, als ze dan die prik in je zetten. Maar feitelijk gezien, volgens de feiten van het RIVM, ben ik de enige die dan... is niet feitelijk trouwens, niks in deze video is feitelijk, maar volgens mij, zoals ik het begrepen heb, ben ik de enige die dan corona zou kunnen krijgen. Toch? Of ben ik nou gek geworden? Dus dat zou betekenen dat één iemand uitvalt van een heel bedrijf. Is dat dan erg? Want niemand, want als jij 2 weken hebt gewacht na je prik, hoef jij vervolgens niet meer in quarantaine als iemand in jouw omgeving is geweest die coronabesmetting heeft. Jij hoeft je niet meer te laten testen. Mag je doen, hoef je niet te doen. Dus dan ben ik de enige waar het nog fout bij kan gaan. Ja, sorry, maar dan heb ik toch mijn leven zelf in de hand. Of niet dan? Ik laat niemand mij verplichten om iets te doen. Ik vind namelijk het gegeven, je moet iets doen, een heel vervelend gegeven. En een hele vervelende zin. Tuurlijk, als je ouders dat tegen je zeggen, dan zullen ze daar echt wel een goede verklaring voor hebben. Dat geef ik je eerlijk toe. En als ze dat goed kunnen onderbouwen, prima. Ik zou niet in discussie gaan met je ouders, heel eerlijk gezegd. Tenzij je misschien al ietsje ouder bent. Ik en mijn en nog ouder, zeg maar. Mijn leeftijd en nog ouder. Tuurlijk kan je als kind ook in discussie gaan met je ouders. Maar dan moet je wel in discussie gaan en moet je goede argumenten geven, zeg maar. Je moet niet van die kleine onzinnige argumenten geven. Zoals ja, maar. Zeg maar. Die ja, maar. Nee, gewoon. Heb je dat goed besloten? Van alles. Kijk, stel. Oké. Weet je? Als jij je vaccinatie wil halen, ga lekker je vaccinatie halen. Prima. Ik ben echt super trots op het feit dat jij een juiste beslissing hebt gemaakt. Maar zorg dat je de juiste beslissing hebt gemaakt. Zorg dat je met mensen in je omgeving de discussie bent aangegaan. Zorg dat zij alle aspecten van het hele vaccinatieproject met jou hebben doorlopen. Zorg ervoor dat jij je goed geïnformeerd hebt. Zorg dat jij alle pro's en cons langs elkaar hebt gelegd en hebt afgewogen. Ja, weet je, het heeft meer voordelen dan nadelen. Als jij je besluit hebt gemaakt, prima. Ben jij een twijfelaar, laat je dan goed informeren. Weet jij het zeker dat jij het niet gaat doen, is ook goed. Ik vind alles prima. Ik ga het ook niet doen. Niet altijd een voorbeeld aan mij, dat wil ik je wel even zeggen. Ik wil niet zeggen dat alles wat ik doe prima en goed is. Maar ik vind wel dat jij het recht moet hebben om je goed te laten informeren en een keuze te mogen hebben. Dat is heel simpel. Ik vind niet dat mensen tegen jou moeten zeggen, en het is in mijn omgeving gebeurd, als jij zegt ik ga het niet doen, dat mensen je nog steeds gaan verplichten, je moet namelijk helemaal geen fluit. Echt niet. Tuurlijk, je hebt leerplicht. Je moet naar school tot aan 18, 21, ik weet niet precies wat het is. Maar daarna moet jij niks meer. Tuurlijk, het is verstandig. Het is verstandig om vervolgens door te studeren. Maar je moet niks. En tuurlijk, als jij een supergenie bent en je bent met je 8e al klaar met de HAVO en je bent nog onder je leerplicht en dan moet jij door. Tuurlijk, absoluut. Ik denk dat er daar trouwens ook wel andere regels voor zijn. Maar, absoluut. Maar niemand moet jou verplichten tot iets. Als jij vindt dat jij je vaccinatie gaat halen, als jij je vaccinatie wil halen, dan mag jij die halen. Niemand in je omgeving moet zeggen, jij moet die gaan halen. Of jij moet die juist niet gaan halen. Niemand mag dat zeggen. Als jij ervoor kiest om jouw vaccinatie niet te gaan halen, mag niemand in je omgeving zeggen, jij moet die wel gaan halen. Of jij moet die per se niet gaan halen. Tuurlijk, als jij je er tegen bent en iemand gaat tegen jou zeggen, jij moet hem niet halen, dan luister je ernaar. Maar als iemand tegen jou zegt, jij moet hem wel gaan halen, dan moet jij lekker een middelvinger naar die mensen opsteken. En dat advies van mij, oké? Advies van mama Lucinde. Niemand mag jou verplichten tot iets. Nooit. Helemaal nooit. Ja, oké. Misschien inderdaad leerplicht.
En dat je niet dronken achter het stuur moet gaan zitten. Dat zijn de dingen die je niet moet doen. Jouw rijplicht natuurlijk, die moet je wel doen. Maar niemand kan jou verplichten tot iets. Op seksueel gebied en op niet-seksueel gebied, wil ik heel even duidelijk maken. Maar dat is even off-topic. Als jij je besluit hebt gemaakt, mogen mensen proberen om jou daarvan te overtuigen. Laat ze wel altijd in discussie met je gaan. Dat is altijd leuk kijken wat voor argumenten ze hebben. Want als ik heel eerlijk ben, als ik online kijk, de mensen die vaak de mensen die een vaccinatie hebben gehaald, doen het omdat ze graag een vakantie willen. Omdat ze weer het oude leven terug willen. Maar ik hoor ze nooit over, ja, maar ik ben dan beter. Ja, vaak niet over, ja, maar dan ben ik tenminste beschermd tegen corona. Vaak niet. Vaak is het, ja, maar ik wil op vakantie. Ja, maar ik wil het oude leven terug. Ja, maar ik wil weer mijn mensen op bezoek. En ik hoor mensen die zich niet laten vaccineren, vaak met betere argumenten komen als in mijn medische geschiedenis, te weinig onderzoek naar gedaan, of nog een andere reden, zeg maar. Dus vaak kunnen de mensen tegenwoordig die hem niet gaan halen, beter hun reden beargumenteren dan mensen die hem wel gaan laten halen. Ik vind ook het hele concept van ik ga hem halen omdat ik dan weer in de kroeg kan staan. Eén grote bullshit, als ik heel erg ben. En dat meen ik oprecht. Ik vind niet dat jij. Je moet geen vaccinatie gaan halen omdat je dan vervolgens weer op stap kan gaan. Dat vind ik echt. Ik ben sowieso al niet zo'n stapganger, zeg maar. Ik vind festivals leuk en ik vind het leuk om met mensen dingen te gaan doen. Een barbecue of zo. Mij zie je echt niet iedere week in de kroeg staan. Dus misschien ben ik hier ook niet de uitgelezen persoon voor om dit te zeggen. Maar ik vind een vaccinatie halen omdat je vervolgens weer in de kroeg kan staan, jongens. Wat voor tijd leven we? Kom op, zeg. Ja, beargumenteer het dan een beetje goed. Of zo. Ja, dat is mijn mening. Die mening mag je ook niet delen. Dat vind ik allemaal prima. Laat even weten wat jij gaat doen in de reacties. Of jij hem wel hebt gehaald. En of je je tweede nog moet. Of dat je je tweede al hebt gehaald. Of dat je hem helemaal niet gaat halen. Of dat je nog twijfelt. Alles kan. Laat even weten. En laat even weten waarom jij hem wel of niet gaat halen. Zodat de mensen die eventueel in de reacties nog zeggen, ik twijfel, om dan heel even redes te geven, zeg maar. Zodat de mensen die hem wel of niet gaan halen, als jullie heel even redes geven waarom jullie hem wel of niet gaan halen, dan kunnen mensen die twijfelen eventueel daar nog adviezen en argumenten uithalen waarom ze hem wel of niet zouden moeten halen. Dat is misschien goed voor de mensen die twijfelen, maak even een pro- en con-lijst. Dus een pluspunt en een minpunt. En streep die tegen elkaar af. Zorg wel heel even dat je kijkt welke zwaarder weegt dan welke. En misschien haal je nog inspiratie uit de reacties hieronder. Dat is misschien wel een goeie. Ja, ik hou er namelijk van om jullie reacties te lezen. En ik hou er namelijk ook van om gewoon te kunnen lezen waarom iemand kiest voor iets en waarom iemand kiest voor iets niet te doen, zeg maar. Ik heb nu mijn reden uitgelegd waarom ik het wel en niet ga doen. Misschien nog wel wat meer eigenlijk dan daadwerkelijk het idee was. Maar ja. En laat je testen. Als je klachten hebt, laat je gewoon testen. Het is geen schande om corona te hebben. Volgens mij hangt er ook een soort van een beetje een taboe over. Ik heb corona of zo. Waarom hangt er een schande over corona hebben? Je hebt toch ook geen schande als je grieperig bent of als je gewoon de griep hebt? Is toch ook geen schande? Ik snap dat niet helemaal eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Er is geen schande aan om. Oh ja, ik heb corona. Oh, nee, doe eens even niet zo. Zo. Ik wil een ander woord zeggen, maar doe eens even niet zo. Zeg gewoon, ja, ik heb corona klaar. Of ja, ik heb corona gehad. So what? Ja. En dan heb je het al 3 of 4 keer gehad. Nou en? Heb je tenminste wel goede antistoffen in je lichaam, kan ik je eerlijk garanderen. Maar dan heb je het een paar keer wel niet heel erg gehad waarschijnlijk. En zowel dan alsnog. Tuurlijk, als jij heel erg corona hebt gehad, dan snap ik het. Maar jij moet het. En als jij het wil doen, omdat je bijvoorbeeld zieke mensen in jouw omgeving hebt, dan snap ik dat ook. Maar dan moet het alsnog jouw eigen beslissing zijn en niet die van, omdat je het moet, van iemand anders. Niemand verplicht jou, moet jou iets verplichten. Ik moet jou ook niet verplichten. Ik geef jou hier een paar redenen waarom ik het wel en niet doe. Misschien een beetje crisscross door elkaar, zeg maar.
En misschien heb ik sommige vragen niet eens helemaal afgemaakt. Maar eigenlijk de conclusie komt erop neer. Ik ga hem niet halen omdat ik vind dat ik dat mijn lichaam er zo'n zware last van heeft. Vanuit het verleden, vanuit mijn medische geschiedenis. Vanuit mijn medische geschiedenis dat ik het niet aandurf om het te doen. Daarbij vind ik dat er te weinig informatie naar gedaan is. Te weinig onderzoek naar gedaan is, bedoel ik eigenlijk. En er is geen onderzoek gedaan naar wat het effect gaat zijn tussen die vaccinatie en mijn medicatie. En kan het zijn dat mijn medicatie minder werkzaam gaat zijn door die vaccinatie? Of andersom? Wie weet het? Nobody knows, want er is te weinig onderzoek gedaan. Dus daarom. En mijn lichaam is, ik zeg altijd, mijn lichaam is zo f-up, zeg maar, dat ik het niet aandurf. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik hem niet ga halen. Ik hoop dat jij die reden respecteert. En ik hoop dat dat ik jou morgen weer zie bij een goed nieuwe vlog. Dan gaat het niet over corona zijn, dat kan ik je garanderen. Maar laat je goed informeren. En hou je alsjeblieft aan de richtlijnen en de reactie en aan alle richtlijnen en aan alle regels. En ik weet het, het is heel makkelijk om een GGD-barcode te vervalsen of te gebruiken van een vriendin of zo. Ik heb het nooit gedaan, want ik ga nergens naartoe. Ik heb geen vrienden. Nee, grapje. Nee, ik ben geen stapper zoals ik net al zei, dus ik heb het nog niet gedaan. En ik ga het ook niet doen, dat kan ik je garanderen. Maar heb je het wel gedaan? Het is niet zo heel slim, hè? Als ik heel eerlijk ben. Ik laat je gewoon testen. En ik weet dat die rij is zo lang. Die rij is zo lang. Ik zie het overal. Maar laat je gewoon alsjeblieft testen. Dan weet jij het zeker. Dan weten de mensen om je heen het zeker. En loop je het minste risico om jou en je vrienden ziek te maken. Dus. Mijn grote tip naar jullie. Laat je gewoon testen. Blijf het liefst op 1,5 meter... Tenzij je die leuke, lieve vriendin tegenkomt die je al 1,5 jaar lang niet hebt gezien. En waarvan je zelf dan dus ook weet dat ja, de mensen met wie ik nu de afgelopen tijd in contact ben geweest, zijn of allemaal gevaccineerd. Of zie ik altijd standaard al, dus je hebt maar een gesloten vriendengroep, zeg maar. Dus als je dan één iemand los ervan ziet, ja. En laat je dan testen dus. Als je iemand hebt gezien en je bent minder dan 1,5 meter geweest en je hebt vervolgens klachten, laat je gewoon testen. Er is geen schande met testen. Alsjeblieft, mensen, stop daarmee. Er is geen schande. Er is absoluut geen schande als jij corona hebt. Ga lekker op bed liggen. Ga lekker naar Netflix kijken. Ik weet dat iedereen heeft Netflix al uitgekeken. Ga een Videoland kijken. Ga Disney Plus kijken. Ga HBO kijken. Ga welke streamingzenders je nog meer hebt. Hulu kijken. Ik weet het allemaal niet. Ik hou me er niet mee bezig. Ik ben veel te druk bezig met werken tegenwoordig. Dus hou je bezig met andere dingen. En leid je vooral zelf af van alle dingen. En mocht jij, net zoals ik, er helemaal klaar mee zijn met het hele corona gebeuren. Ik denk dat iedereen er klaar mee is. Maar hou je er gewoon aan. Hou je gewoon aan die mooie regeltjes. En ik weet het, het is super vervelend. En ik weet het, het is heel jammer dat je nou dat ene biertje niet kan pakken op het terras. Ach, wat jammer toch. Dan pak je toch een biertje thuis. Ga in het zonnetje zitten. Tegenwoordig is het zo mooi weer. Dan hoef je niet meer op het terras te zitten. Tegenwoordig zit je op het terras vaker onder een parasol. Want mensen hebben vaker een parasol neergezet op het terras. Ga lekker in het zonnetje zitten. Ga lekker een kuurtje krijgen. Niemand ziet je waarschijnlijk. Want waarschijnlijk gaan alle coronaregels de hele zomer door. Maar lekker een tan. Ik kijk nu ook gewoon een beetje bruin als ik zo doe. Kijk, mijn gezicht kijkt heel bruin. Oké, net alsof ik vakantie ben geweest. Ja. Filtertje erover. Niemand die het weet. Niemand die jou ook ziet trouwens, denk ik. Toch? Wie zie je nou eigenlijk buiten school om... School is voorbij, zomervakantie. Het is zomervakantie in Zinder. Ik ben geen student meer, ik weet het allemaal niet meer. Maar wie ziet jou nou nog? Je baas, je collega's en je familie thuis. Je vriendengroep misschien. Ja, dus. Al ben je een bleekscheet. Ik ben ook nu een bleekscheet. Ik heb een witte lamp erop staan. Kijk dan hoe bleek ik ben. Dus... ga lekker in het zonnetje liggen als de zon nog schijnt volgende week. Geen idee. Dit is een week geleden opgenomen, dus vandaag. Hou je alsjeblieft gewoon aan de richtlijn. Dit is echt een heel veel te lang video, sorry hiervoor.
Maar ik wilde even juist wel goed informeren, jullie informeren over de keuze waarom ik mijn vaccinatie niet ga halen of niet gehaald heb toen mijn jaartal aan de beurt was. En ik ga hem in de toekomst ook niet halen totdat hij goed getest is, jarenlang getest is. Dus misschien spreek ik over 5 jaar wel heel anders. Maar op dit moment spreek ik deze mening uit. En ik hoop dat ik in de toekomst hier op deze video terug kan kijken. En een vervolg 2 kan maken en zeggen, yo jongens, ik ben wel gevaccineerd nu. Want er is zo goede onderzoeken naar gedaan. En er zijn zo weinig bijwerkingen, weet je, ik heb het aangedurfd. Misschien ben ik tegen die tijd al lang onvruchtbaar. Dus durf ik het toch wel aan. Maar dat is voorbijzaak. Ik hoop jou morgen weer te zien bij een goed nieuwe vlog. En tot morgen. Doeg. Hou je sterk en blijf gezond. Dat is voornamelijk hetgeen wat ik wilde zeggen eigenlijk. Doeg. Ik hou van jullie.